leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuw vlog hier op mijn kanaal, Mitty. Ja, dames en heren, ik ben lekker vroeg vandaag. Het is namelijk op dit moment 3:00 s'nachts. Ja, ik ga een keer lekker vroeg deze vlog openen. En dan zul je denken van, hè Mitchell, maar heb je dan helemaal niet geslapen? Nee, ik heb inderdaad niet geslapen, nee. En waarom niet? Eigenlijk heel simpel. Ik ben dus eigenlijk al de hele nacht bezig met de La Casa de Papel aan het kijken. Op Netflix. Ja, volume 1 is al uit, maar volume 2 die komt dus pas 3 december. En ik heb alles al letterlijk gezien. Ondertussen zijn mijn brandalarm ook alweer gemaakt. Als het goed is zie ik een lampje knipperen. Ja, zie je, dat bedoel ik. En ondertussen ben ik ook eventjes een video aan het editen. Zien jullie dat? Lekker man. Of nou ja, het editen aan het renderen eigenlijk, want hij is klaar. Maar goed, ik merk wel dat ik eventjes moet gaan slapen, want anders dan ga ik het gewoon echt niet volhouden. Ik moet namelijk naar Gelselaar toe fietsen, voor die medicijnen dus. Maar ik moet wel even op bed gaan liggen, want anders ga ik het gewoon oprecht niet volhouden. Dus ik ga nog even rusten, denk ik. Ik zie je zo dadelijk weer. Gaan we naar Gelselaar toe. Oh ja, wat ik nog trouwens vergeten was te zeggen, is dat ik binnenkort weer ga vloggen met deze camera. Oftewel mijn andere vlogcamera. En de reden is eigenlijk gewoon heel simpel. Er zitten van die winddingetjes op. Maar dat is niet voor altijd. Gewoon dus voor alleen de Efteling vlog film ik even met die camera. Nu gaan we echt even slapen, want anders kom ik er echt niet uit. Het is nu 2:15, dus tot zo. Zo. Nou, ik heb in ieder geval even lekker slaap gehad. En als je te denken, dames en heren, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon weer dat microfoontje doen en dan gaan we gewoon weer samen praten op de fiets. Dat denk ik wel leuk. Dat we gewoon eventjes samen wakker worden, want... ik wil een beetje woe. Ja. Nee, even wakker worden, anders dan... gaat niet goed, dus dan gaan we lekker even samen op de fiets. Let's go. Zo mensen. Oh, wat ben ik moe zeg. Oh. Nou, vind ik wel gezag dat jullie erbij zijn. Zo, het is echt vroeg jongens, niet normaal. Ik had ook vanmorgen echt gewoon moeite om eruit te komen hoor. Ik denk, ik zag je nog even lekker mijn bed in gaan, want... Weet je wat ik trouwens altijd wel vind, dames en heren? Ze rijden altijd ontzettend hard hier zo. Best gevaarlijk. Wat is dat voor een rare boom dan? Zie je dat? Jeetje. Die had echt een hele kont op zijn rug zitten. Oeh. Oké, was ik een beetje ongemakkelijk. Beetje wel ongemakkelijk. Ik was dus aan het gapen net en er liep zo'n man voorbij. Die is ook wel denken van wat gebeurt daar? Zit hij nou in zichzelf te praten of zo? Nee, want ik heb een poster aan meneer. Ja, mijn tomtom zegt dat we er over 9 minuten zijn. Dus dat mag ik dan ook wel hopen. Want ik heb geen zin meer. Ik ben een boe. Maar ik heb straks nog wel leuke beelden voor jullie, dames en heren. Ook nog van de kermis. Ja, ik had toch gezegd dat de vlog nog niet afgelopen was, of over de kermis. Nee, jullie hebben nog wat te goed hoor. Oh, wat is dat vroeg. Maar aan de andere kant is het ook heel goed om even op tijd naar bed te komen. Helemaal voor mensen zoals ik. Oh, wat een mooi gebied dit. Oh. Ik ben normaal gesproken gewoon iemand die gewoon... ik kan wel tot 12:00 in bed blijven liggen, maar dat doe ik natuurlijk niet. Nou, over 8 minuutjes dan zegt hij dat we zijn. Maar weet je wat ook een ding is? Als je de klok blijft kijken, hoe langer het duurt. Tenminste, dat had ik mijn werk altijd wel. Als je op de klok blijft kijken, of bleef kijken, dan duurde de tijd alleen maar langer. Dat is ook wel een goede tip voor jullie. Zorg dat je niet steeds naar de klok kijkt. Dat helpt enorm. En ga gewoon hard aan het werk. Neem dat van een persoon aan die zelf altijd lui in bed ligt. Nee, maar even serieus, weet je, dat is echt chill. Ik weet hoe kut het is. Het is echt super kut om op tijd uit bed te gaan, maar... Hè?
Soms moet je gewoon even iets doen wat je eigenlijk niet wil. Zoals op tijd opstaan in de vakantie. Maar nu had ik geen andere keus. Want ik moest voor oma natuurlijk even medicijnen halen. En dacht, ja, kan ik net goed even jullie meenemen. Zie je mij met mijn slapige kop om 6:30 ochtends? Ja, weet je, mensen, ik ben nooit een ochtendmens geweest. Nou, over 6 minuutjes dan zijn we er al. Maar dat is wel weer leuk voor zo'n fietstocht. Je ziet allemaal plekken waar je normaal gesproken niet zo snel komt. En dat vind ik leuk. Dus, ja, weet je, het lijkt een beetje op douwtrap als je om 7:00 s'avonds op de fiets gaat. En dan gewoon wakker. Ik ben niet helemaal wakker, moet ik eerlijk zeggen, maar... ik ben niet helemaal wakker, maar ja. Dit lijkt wel een beetje op douwtrappen. Tijdens hemelvaart. Dat heb ik al lang niet meer gedaan. En het slapen is dus voor mij precies de reden. Ik ben gewoon zo snel moe. Maar ja... Soms is het wel goed om je grenzen te verleggen, zeggen ze. Dat helemaal waar is, weet ik niet, maar... Oh, 8 minuten, dat gaan we niet doen. Even een stukje terug. Ik reed de verkeerde kant op. Nou, we gaan geen 8 minuten fietsen meer. Het was net nog 6 minuten of 5 minuten. Dus we maken even een omweggetje. Kijk, nou rijden we weer goed. Ja, net was hier, stond hij op 6 minuten toen ik die andere afslag nam, was het 8 minuten. Dat gaan we niet doen, hè. Kijk, nou is het 5 minuten. Hoppakee. Wat is het vroeg. Ik doe ook alleen eventjes de heenweg, hoor, dames en heren. Voor het opnemen. Dat is altijd wel even lekker, hoor. Als je toch eens op de fiets zit en ben zo moe. En dan hoor je nog van die vogels. Hey. Oh, nog 4 minuten, we zijn er bijna. Oh, echt respect hoor voor mensen die een hond hebben. Die gewoon 's ochtends vroeg. Gewoon elke, zelfs in de winter, als het zo koud is. Als je zelfs dan gewoon eruit moet met min zoveel. En het pikken donker. Oh, vreselijk. Ik heb echt respect voor alle hondeneigenaren. Ja, achteraf gezien, weet je. Zij kiezen voor natuurlijk voor een hond. Dus je weet wat je moet doen als je een hond hebt. Kom niet alleen bij leuk knuffelen en aaien. Er komt wel meer, iets meer dan dat. Nou, we zijn er al bijna. Eindelijk, ik had zo geen zin meer. Volgens mij zijn we er al. Ja hoor, we zijn er al. Diergeneeskundig centrum. Ik zie het al, volgens mij is dat het. Yes, we zijn er. Ik had zo geen zin meer. Maar goed, hier aan de linkerzijde vindt u dierenarts. Nice. Nou, dat was hem al. Ja, ik heb het een pakje medicijnen gehaald. Het duurde oprecht niet lang, maar goed, dat maakt ook niet uit. Het moest wel gewoon gebeuren dus. En dan kunnen we, dames en heren, dan kunnen we het hele eind... weer terug fietsen. Nice. Maar dat doen we dan wel even een flits hoor. Komt ie. Oké, voordat we gaan moet je toch eventjes kijken. En horen vooral wat rust hier zo. Holy shit. Maar goed, ik wil terug naar bed. Dus let's go. Zo, ik ben weer thuis, dames en heren. En ik zit eigenlijk met een dilemma. Aan de ene kant denk ik van ik wil weer terug mijn bed in. En aan de andere kant, het is op dit moment alweer 9 uur geweest bijna. Nee, het is bijna 9 uur. En dat is best op zich ook best wel laat en tijd om op te staan. Maar aan de andere kant, ik weet niet, wil ik nog zo graag slapen? Dus dat is maar één oplossing voor. Ik ga gewoon even in bed liggen, op mijn telefoon. En als dan slaap valt, dan is het goed. En als dan niet je slaap valt, is het ook goed. Oké, het uitstellen van even liggen, dat werd wel een paar uurtjes. Het is iets later geworden, het is op dit moment 12:30 geweest. Dus het is nu al echt even de tijd om eruit te gaan. Nee, ik heb in ieder geval even lekker geslapen. Ik heb lekker een ochtendfiets gehad. Maar ja, jullie hebben natuurlijk alles mee kunnen maken. Dames en heren, is het tijd om de spulletjes in te gaan pakken. Want we gaan straks inderdaad, of we gaan binnenkort naar de Efteling. Dus ja, we moeten nog veel dingen regelen. Ik heb ook nog beelden van de kermis. Met Tycho ben ik in een zweefmolen geweest. Nou, weet je wat? Kijk maar.
zweefmolen dat erbij. Gewoon een vet ding. Gewoon, dit gewoon super vet. Oké, ik heb inmiddels weer eventjes cadeautjes gehaald voor mijn zus. Zoals jij dat, oftewel de laatste cadeau. En dat is namelijk deze. Ja, dit kan ik nu al laten zien, want tegen tijd dat mijn zus deze vlog ziet, is ja, deze vlog al, of heeft ze het cadeautje al gekregen. En voor de rest heb ik ook nog wat anders gekocht, dames en heren. Ja, jullie weten, de Halloween gaat eraan komen. Eindelijk! En ja, ik vond hem zo leuk dat ik hem niet kon laten liggen. Een Halloween pompoen. Volgens mij kan ik nog licht geven ook. Even kijken hoor. 3, 2, 1. Holy shit, dit is vet. Dit is echt vet. Lachen man. Ja, dit vind ik gewoon leuk. Dit zijn van die kleine souvenirtjes. Die hoeven absoluut niet duur te zijn. Maar leuk zijn ze zeker wel. En ja, je had het misschien al gezien. Een lantaarn erbij gekocht. Dat is dit lantaartje. Zie je dat? Deze. Ja, ik heb er nog één. En dat is deze. Ja, dit vond ik wel leuk. En waar ik die ga hangen, dat weet ik nog niet helemaal. Maar ik denk dat ik hem daar op ga hangen. Dus daar en daar. Ik denk dat dat wel leuk is voor de versiering. En dan die pompoen gewoon daarbovenop. Of misschien zelfs daar. Ik weet niet wat mooier staat voor het shot. Nog in een ander ding. Ik had jullie laatst natuurlijk ook een keer verteld dat we tijdens Halloween dit jaar dus weer wat leuk gaan doen. En dat klopt ook. Want letterlijk op 31 oktober. Daar gaat iets super vet gebeuren. En daarvoor heb ik dus ook het testen voor het programma. Appje nodig. Daar ben ik op dit moment nog een keer mee bezig. Want die app die... Ik heb er zoveel problemen mee, laten we daarop houden. Ik vind het niet erg om de testen voor toegang te doen, maar ik heb wel problemen mee als dat stomme ding niet eens werkt. Nu ga ik het volgende doen, ga ik even dit cadeautje inpakken. Want we kunnen het natuurlijk niet zo geven aan mijn zus, dus even inpakken. Nou, en dat kunnen wij natuurlijk even in een goocheldrukje. Dus 3, 2, 1. Hoppatee. Nou, deze is ook weer helemaal ingepakt, dus die gaat in de cadeautjestas. En ja, wat ik nu nog even ga doen is even mijn tas inpakken, want dan heb ik natuurlijk ook alweer gelijk geregeld. En dat is gelijk iets waar ik aan dacht, was namelijk mijn GoPro en mijn harnas, want je mag natuurlijk filmen. Dus dat is hartstikke leuk. Ik ga je gewoon, zoals ik al zeg, er komt gewoon één vlog vanuit de Efteling met allemaal leuke momentjes die ik allemaal verzameld heb. Dat komt allemaal in één vlog. En dat aanstaande zondag om 5 uur. Dus wees erbij, het wordt echt superleuk. Wees erbij, allemaal, wees erbij. Dan heb ik, vrijdag kom ik terug, dan heb ik nog even tijd om te editen en dan zondag komt die online. Nou, ik ga zo even mijn tas inpakken en dan zorg ik alles klaar heb liggen. Dus, let's go! Nou, dat is het dan. Zie je dat? Alles is allemaal ingepakt. Ja, het is allemaal hierin. En dan had ik het al zo bedacht. Kijk, nou, de belangrijkste dingetjes zijn natuurlijk het harnas voor in de attractie. Ik heb hier een oplader met een kabel. En ik heb hier een batterijtje, maar dat is voor de GoPro. Dit zijn de batterijtjes voor mijn andere vlogcamera. Die moet ik straks ook eventjes goed opladen allemaal. En dan gaat dat allemaal mee. En dat kan dan in één vakje. En dan kan ik het ene andere vakje kan ik dan de toilettas doen. Dus dat is echt goed uitgerekend. Past ook allemaal precies voor 4 dagen. Nou, hier komt dan de toilettas in. En dan komt hier dan de kamerspoel in. Slim bedacht. En ja, dames en heren, voor mijn toilettas heb ik echt iets heel speciaals. Gewoon die. Met van die hele kleine, kijk, van die hele kleine mini-zeepjes. Zie je dat? Van die hele kleine mini-zeepjes. Het is handig. Als je op vakantie gaat, dan moet je gewoon van die kleine potjes meenemen. Dan hoef je niet van die joekel van de flessen mee te nemen. Nou, deodorant gaat mee. Scheerschuim, altijd handig, want bij mij groeit het gewoon als een speer. Gewoon super snel. Deze gaat mee. En dan heb ik het volgens mij wel. Dan heb ik mijn toilettas weer in orde. En voilà, dan is mijn tas helemaal ingepakt, dames en heren. Dan is er nog maar één ding. En dat is namelijk een plastic zak. Ja, dan neem ik zelf altijd even een plastic zak mee. Alleen hoop ik wel dat ik die nog heb hier. Want anders kan deze ook wel. Really? En dit zakje is eigenlijk om een hele makkelijke reden. Hè? Ik ga daar niet mijn was doen. Dus als ik zeg maar was heb, dan kan ik dat daarin doen. Dus misschien wel een tip voor jullie. Ik weet niet of jullie dat vaker doen, maar mocht je hier gaan logeren, dan zou ik zeggen, weet je wat, neem gewoon een extra plastic tas mee. Of in ieder geval een tas, dan kun je je vuile was gewoon in doen. Oeh, en ineens is met hier eventjes in slaap gevallen. Weet je, ik weet niet wat dat is met mijn bank of zo, maar iedere keer als ik op mijn bank ga liggen, dan val ik in slaap. Dat is zo irritant, maar ook wel lekker, ik weet het. Maar nee, ja, het is zo vervelend, ik wil hem niet in slaap vallen. Maar ja, het gebeurt gewoon. Blijkbaar heeft je lichaam gewoon een bepaalde rust nodig of zo. Maar goed,
Nog gelijk even iets anders, dames en heren. Ik kreeg laatst een paar dagen de vraag of ik nog naar een bloemenkast zou gaan. Nou, nee. Inderdaad heb ik afgelopen jaren veel bloemenkastjes gefilmd. Maar dit jaar hebben we besloten om het niet te doen. Vorig jaar hebben we het wel gedaan. Toen was het naar Beltrum. Toen ging het van die bloemenpanelen en zo. Vorige corona ging natuurlijk de optocht niet door. Maar nee, we hebben dit jaar besloten om gewoon helemaal niet naar op bloemenkastjes te gaan. Want het wordt waarschijnlijk geen rijdend zo. En ik vind wel dat als we naar een optocht gaan, dan moet het ook echt een optocht zijn en niet een stilstaand corso. Want dat vind ik voor mij geen waardig iets voor de opname. Dus dat is, nee, we gaan niet naar een bloemenkorso dit jaar. Daar, vergeleken met daartegen zijn we natuurlijk wel veel kermissen geweest dit jaar. Dus hopelijk hebben jullie allemaal een beetje genoten van alle kermisvlogs. En voor de rest is het gewoon, ja, nu gaat mijn vakantie komen. Ja, morgen vroeg dan moet Elmo weggebracht worden. En ja, ik heb mijn tas al helemaal klaargelegd. Dat hadden jullie al gezien. En nu is het alleen maar voor de kwestie van, ja, laatste dingetje inpakken. En wegwezen. Nou goed, dames en heren. Ik ga deze vlog toch maar even afsluiten. En ik weet toch wel dat ik straks gewoon weer in slaap val. En anders ga ik gewoon Fortnite. Dus ja, hopelijk hebben jullie genoten van deze vlog. Vergeet niet te blauw duimpje omhoog doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier is je niet gedaan. Check jullie zaterdag gewoon weer bij een gloednieuwe vlog. Om 5 uur. Zeker weten. En ja, weet je. Ik ga gewoon de vlog afsluiten. Want ik weet toch wel dat ik straks weer in slaap val. En dan is het alweer zo 11 uur 's avonds. En verder ga ik toch niet zoveel bijzonders mee doen. Dus nogmaals, hopelijk hebben jullie genoten van deze vlog. Vergeet niet positief te blijven. En dan zie ik jullie aanstaande zaterdag nogmaals om 5 uur. Dus ja, tot dan. Blijf het kijken. En dan zeg ik, zoals altijd, en ook vandaag. Peace.